Een goedemorgen, dames en heren, vanuit Amsterdam. Het derde webinar van het voortgangsoverleg, Klimaatakkoord. Ik moet u al bij voorbaat mijn excuses aanbieden, want ik ben mijn stem afgelopen nacht kwijtgeraakt, althans in belangrijke mate. Dus ik ga proberen u door deze uitzending heen te leiden. Mocht dat onverhoopt misgaan, dan zal er een andere presentator komen. Maar nogmaals, van harte welkom. Vandaag is aan de orde een heel belangrijk thema uit het klimaatakkoord, maar ook uit het regeerakkoord. We gaan het hebben over mobiliteit. Mobiliteit en het eigen huis zijn hele gevoelige onderwerpen als het gaat over klimaatverandering. Hoe help je die automobilist? Hoe help je die bewoner van die eigen woning? We beperken ons vandaag tot de mobiliteit. En ik spreek daarover vandaag met een aantal specialisten. Aan de telefoon heb ik Steven van Eijk. Steven is voorzitter van de Mobiliteitsalliantie. Goedemorgen, Steven. Goedemorgen, Ed. Wat buitengewoon jammer. Als we nou van iemand niet willen dat hij zijn stem kwijtraakt, dan ben jij het wel. Want je stem wordt altijd zeer gewaardeerd. Ja, maar we gaan ons helemaal doorheen slaan. Komt goed. En het bijzondere, Steven, dat ik mijn stem ben kwijtgeraakt en dat ik gisteren met jou had afgesproken. Dus er zit een zakelijk verband. Steven. Ja, er is een causale relatie, maar laten we die maar niet blootleggen. Steven, leg jij eens uit. Wat betekent die Mobiliteitsalliantie? De Mobiliteitsalliantie, dat is een groep die in de tijd is gevormd omdat we het idee hadden dat we eigenlijk op een veel langere termijn moesten nadenken over de mobiliteitsvraagstukken. Dus niet zoals het kabinet doorgaans doet, een periode van 4 jaar, overigens dit kabinet natuurlijk een nog kortere periode, maar veel langer. Dus wat we ook hebben gedaan is het proces in die Mobiliteitsalliantie een beetje omgedraaid. We zijn gaan kijken hoe wonen en werken en socialiseren en recreëren Nederlanders nu in onze samenleving in bijvoorbeeld 2030, 2040, 2050. En dan ga je terugrekenen en dan zeg je, als dat het geval is, welke mobiliteit komt er dan op gang? Waar is dan behoefte aan? Dat gaat om personenvervoer, maar dat gaat natuurlijk ook om goederenvervoer. En dan weet je hoe je de weg moet afleggen om die mobiliteit optimaal in te vullen. Okay, nou, we zijn op dit moment met een 24-tal clubs. En er zit van alles bij, de ANWB en Schiphol en de BOVAG. En nou ja, ook een aantal partijen die straks aan tafel hebben. Hoe hou je al die kikkers in die kruiwagen? Dat is echt veel makkelijker dan je denkt. En dat komt omdat wij een gemeenschappelijk belang hebben. Wij kijken echt vanuit die samenleving. En weet je, mobiliteit is iets wat geluk brengt, waar mensen vrolijk van worden. Dus het is ook vaak een oplossingsrichting voor problemen. Kijk maar waarom we vandaag met jou hierover spreken, om toch die CO2-uitstoot te helpen terugdringen en het milieu te ontlasten. Dus op de een of andere manier weten we elkaar altijd te vinden, want we zitten ook met een luxe probleem. Iedereen heeft behoefte aan mobiliteit. En het is dus niet zo dat je bijvoorbeeld mij zal horen zeggen dat je niet de trein of juist wel de trein in moet, of de metro of wat dan ook. Hè. Wij zijn ervan overtuigd dat ieder moet kunnen kiezen voor de mobiliteit die hij wil, maar wel op een zo verantwoord en duurzame mogelijke wijze. Met andere woorden, de auto is niet per definitie een heilige koe, is een onderdeel van het totaal mobiliteitssysteem. Ja. Maar jij, jij bent er ook een hartstochtelijk voorstander van de elektrische auto. Als je nu kijkt naar de ontwikkeling op dat terrein in Nederland, wat is jouw inschatting dan wat er gebeurt? Ongetwijfeld ga je het daar straks ook nog met een aantal mensen over hebben. Het kabinet heeft gezegd, in 2030 hopen wij dat iedereen eigenlijk alleen nog maar elektrische auto's koopt. Dat je ook in de showroom alleen elektrische auto's tegenkomt. Ik denk eerlijk gezegd, als ik naar de cijfers van ACEA kijk, dat is de Europese koepel van autofabrikanten, dat dat eerder wordt. En dat komt omdat er zo'n grote vraag is naar elektrische auto's in werkelijk alle prijsklassen. En dat ook de techniek die nodig is om benzine, diesel en gasauto's steeds zuiniger te maken, steeds milieubewuster te maken, heel erg duur is. Dat die twee elkaar gaan snijden op een moment, misschien wel in 2024, 2025. En dat wil zeggen dat je op dat moment, mijn houdertje gaat er een beetje begeven, dat is een leuk moment. Op zo'n moment, zegt 2024, 2025, dan zal je dus zien dat in alle prijsklassen eigenlijk de elektrische auto ook al in de aanschaf goedkoop is dan zo'n benzine, diesel of gasauto. Nou, een beetje calculeren de Nederlander, en dat zijn we allemaal. Kies dan dus voor die elektrische auto. Overigens geldt nu natuurlijk al vaak dat als je het over de totale levensduur uitrekent, dat je beter elektrisch kan rijden dan niet. Ja, kun je al zeggen dat de elektrische auto eigenlijk nu al is doorgebroken? Ja, op een aantal vlakken wel. Het gaat redelijk snel. Ik denk wel dat we zouden moeten vragen aan de overheid om dat toch op bepaalde vlakken nog te stimuleren, te steunen. Want je ziet dat die subsidieregelingen ook daadwerkelijk hebben geholpen. Maar natuurlijk moet je ook ondersteunen dat er dan wel een laadinfrastructuur is waar je dat mee kan
bedienen. En dat je bijvoorbeeld ook slimmer gaat laden. Dat je wel zorgt met elkaar dat er geen laadpalen terreur ontstaat. Omdat mensen de hele dagen blijven hangen. Maar tussentijds een appje krijgen dat ze echt de auto moeten weghalen. Dat je misschien ook het net op een andere wijze en op andere tijdstippen moet belasten. Dat is mogelijk. Ik denk overigens wel dat partijen dan beter met elkaar moeten gaan samenwerken. En even over hun eigen persoonlijke individuele belangen heen stappen. Maar dat gaat lukken. Een van de geluiden die je wel hoort, ja, je kunt wel mooi praten over beperken van de automobiliteit. Maar als ik op het platteland woon, in Groningen, Friesland, in een dorp op 30 kilometer afstand van Leeuwarden, dan heb ik die auto wel nodig. Ja, nou ja, dat is ook het KIM-rapport, waar straks de heer Stipdonk ongetwijfeld op ingaat. Dat laat ook zien dat door het vertrek van de huisarts uit de dorpskern en het wegtrekken van de bibliotheek en verzinnen, maar men aangewezen is op die auto. Dat zal zonder meer een feit zijn, maar daar staat ook een reden bij. En dat is dat heel veel van de busdiensten en de andere openbaar vervoersmodaliteiten zijn weggevallen. Dus je zou ook nog eens kunnen kijken, kunnen we niet veel meer met openbaar vervoer on demand? En zorgen dat je dan toch met meerdere mensen in een busje of wat dan ook reist, in plaats van dat iedere keer die individuele auto nodig is. Maar het is een feit dat de Nederlander in de afgelopen periode wel heeft genoten van een stukje vrijheid die de auto eenmaal biedt om te gaan en staan waar je wil. En daarvoor heeft gekozen. Het aantal auto's is toegenomen. Overigens denk ik dat als je echt de problematiek wil aanpakken van het terugdringen van de uitstoot, dan zou je beginnen met minder mobiliteit. Ja, daar gaan we straks. Ik onderbreek u even, daar gaan we straks nog over praten. Wie is nou op regionaal niveau de meest aangewezen partij om dat hele proces te organiseren? Ja, enerzijds is dat natuurlijk vanuit het Rijk is dat de overheid, hè, die ook faciliteert wat er wel en niet aan openbaar vervoer overal gefinancierd kan worden, wat er ondersteund kan worden. Anderzijds zijn dat natuurlijk de lokale RET's en de HTM's en dergelijke. Het is dus een combinatie. Maar je ziet ook dat er tegenwoordig steeds meer particuliere bedrijven opstaan die een gat duiken. Daar waar mensen zeggen, ja, weet je, we kunnen eigenlijk geen openbaar vervoer vinden wat maatwerk levert voor de oplossing die wij willen. Hele kleine voorbeelden, maar het zijn wel voorbeelden met impact. Dan verdwijnt er een bushalte in de buurt van een verzorgingstehuis waar die mensen met hun rollatortje niet meer naar de bingo kunnen, de huisarts boodschappen doen en dergelijke. Daar springen vaak vrijwilligers op in. Er zijn veel goede doelenorganisaties die zich daar nu over buigen. We hebben ook opgericht de tijd de New Mobility Foundation, onder leiding van Jan-Peter Balkende, die daar ook financiële bijdrage aan levert. En dat als een soort vliegwiel in Nederland probeert aan te bakken. Ik moet zeggen, dat wordt steeds succesvoller. Ik heb nog één vraag waarvan ik weet dat hij jou bezighoudt. Is namelijk, hoe organiseer je in Nederland anders betalen voor mobiliteit? Ik zie lezen het regeerakkoord, eindelijk overigens de doorbraak, dat het officieel genoemd mag worden zonder dat je in de gevangenis verdwijnt. Het staat dus in het regeerakkoord. Maar er wordt gezegd, ja, dat duurt wel 10 jaar. Ik weet dat jij vindt dat dat onzin is. Kun je dat ons uitleggen? Wat is de oplossing van Eyck? Nou ja, het is niet zozeer mijn oplossing, maar als je kijkt naar de planning die men voor ogen heeft, dan zou rond 2030 het systeem van betalen naar gebruik moeten worden geïnitieerd in Nederland. Nou, we hebben er overigens daar al eerder van gezien dat het kabinet voornemens was om dat eerder te doen ten aanzien van het vrachtverkeer. Dan kan je op verschillende manieren dat invullen. Je zou dat via de Belastingdienst kunnen gaan doen, maar je weet dat de Belastingdienst op dit moment eigenlijk al overbelast is en met de nodige problemen kampt. Bovendien ga je dan op een wet- en regelgeving traject in, wat behoorlijk lang is. Dus het is de vraag of dat verstandig is. Je kan het ook via de RDW doen. Hè. Met de leiding van de RDW hebben we daar contact over opgenomen. Dus even doorgeëxerceerd van wat zou het betekenen als jullie dat zouden doen. En dan kan dat door middel van een kastje in de auto. Je kan een chip in je nummerplaat nemen. Je kan het op basis van het gebruik van iPhones en dergelijke. Je kan ook natuurlijk gewoon de kilometerstand aflezen. Dus er zijn verschillende mogelijkheden. Het is noodzakelijk dat we dat betalen naar gebruik, omdat het eerlijker is en omdat je daardoor ook minder mobiliteit krijgt. Hè. We hebben berekend dat dat ongeveer met 11% afneemt en ook in de filetijd. Dus dan krijg je ook meer doorstroming en nog minder CO2-uitstoot. Dat je dat echt moet initiëren op een zo kort mogelijke termijn. En het gaat er bij mij niet in, zeker niet als je het internationaal vergelijkt. Hè, hoe Singapore, maar ook Frankrijk, andere landen het hebben ingevoerd, België. Waarom dat niet veel sneller kan? Dus daar moet je echt veel meer efforts op zetten. Steven, even voor de kijkers thuis. We praten over het systeem als je in Italië of in Frankrijk op vakantie bent. Dan zie je dat de auto's met zo'n kastje rijden gewoon door dat systeem betalingspoort heen. Zonder enig probleem. Dus de systemen bestaan dus gewoon.
Ja, en tegenwoordig hebben we ook niet meer nodig dat je boven de weg van die gigantische constructies optuigt waar je alles meet. Want je kan het door middel van GPS-meting ook al op een andere wijze doen. Je moet je realiseren dat als we het bij het vrachtverkeer gaan invoeren, dan wordt van zo'n vrachtauto elke kilometer gemeten. Alleen de kilometers die hem aflegt op bepaalde wegen, die zullen belast worden en andere niet. Als je die zaak uitzet en zegt, nou ja, wij gaan alle kilometers belasten, want je betaalt gewoon voor elke kilometer die je rijdt, dan zou je het dus voor het personenvervoer op die manier kunnen invoeren. Maar wat ik niet snap, Steven, dit is een helder verhaal. We zien de techniek in Singapore, in Italië en Frankrijk. Hoe kan het zijn dat de politiek dan aan deze oplossing, die logisch lijkt, die bestaat, die technisch voldoet in een aantal landen, waarom loopt de politiek daar dan aan voorbij? Ja, de politiek is ondoorgrondelijk, dat weet jij als geen ander. En we hebben natuurlijk ook in het recente verleden gezien dat het met name de partij van de VVD was die dit tegenhield. Ik begrijp wel meer niet om er nog één mee te geven. En misschien kunnen we daar met elkaar toch ook eens efforts op zetten. Dit kabinet heeft in het regeerakkoord opgenomen dat er één tarief komt. En dat dus in dat tarief niet gedifferentieerd wordt naar milieukenmerken. Dat betekent dat je hetzelfde tarief betaalt als je een elektrische auto rijdt of als je een benzine, diesel of wat voor andere auto dan ook rijdt. Dat is iets wat wij niet willen. Ook als Mobiliteitsalliantie pleiten ervoor dat je die milieukenmerken nu juist een onderdeel van het tarief laat zijn. Kijk, dat het niet naar plaats is, naar locatie, ook niet naar tijd, dat vinden we uitstekend. Dan krijg je een systeem wat inderdaad wel te dwingend gaat zijn. En dat is ook politiek onhaalbaar. Maar die milieukenmerken zouden er wel in moeten. En het antwoord op jouw vraag van ja, waarom is dat nu genomen op zo'n lange termijn? Ik weet het echt niet. Ik denk dat we er met het ministerie van Financiën en IMW en andere partijen eens goed naar moeten kijken, over moeten praten en moeten zien of dit niet een stuk eerder te realiseren is. Steven, Marco, hartelijk dank. Ik wens je een hele plezierige zitting. Ik hoop dat jullie het ook nog eens over de cruiseschepen gaan hebben. Want ongetwijfeld heb je ook het verhaal gezien van Arjen Lubach. Het valt echt enorm te bezuinigen op de uitstoot. En laten we dat niet alleen beperken tot de mobiliteit waar we het vandaag over hebben. Maar een hele impactvolle en mooie bijeenkomst. En nogmaals, veel dank en sterkte met je stem. Hartelijk dank en tot ziens. Goed weekend.